De jongen die verdacht wordt van het doodrijden van de 3-jarige Nesim uit Breda reed waarschijnlijk 50 km per uur te hard. Dat zegt het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, op basis van voorlopig onderzoek. Vandaag was de eerste rechtszaak in Breda. Op Koningsdag reed de verdachte Nesim dood op de Veurnestraat in Breda. Sindsdien zit hij vast. Justitie verdenkt de jongen van doodslag en van roekeloos rijden. De bestuurder had pas net zijn rijbewijs en reed na het ongeluk door. Na een klopjacht van 5 uur meldde hij zich bij de politie. En in Breda is verslaggever Birgit Verhoeven. Ja, Birgit, de verdachte was aanwezig vandaag, ook de nabestaanden. Hoe was dat in die rechtszaal? Ja, dat was natuurlijk een emotioneel moment. De familie van Nesim zag voor het eerst de jongen die hun kind dood had gereden. Ja, dat is natuurlijk echt verschrikkelijk. Die moeder begon al nee te schudden toen de verdachte de zaal binnenkwam. En later toen bleek dat hij waarschijnlijk veel te hard gereden heeft. Toen werd het echt emotioneel en kwamen de tranen bij de moeder en ook de zus van Nesim die erbij aanwezig was. En de advocaat van de verdachte die blijft volhouden. In deze zaak zijn alleen maar verliezers. Ook de verdachte is eigenlijk een slachtoffer, want het was een ongeluk. Maar de moeder van Nesim riep daarna buiten de zaal: nou ja, ik wil dat die advocaat dus ophoudt met dat te roepen, want er zijn helemaal niet meerdere slachtoffers. Ik ben mijn kind kwijt. Nou, heb jij de verdachte gezien, Birgit? Wat voor jongen is het? Ja, het is een jonge jongen van 18 jaar, van Marokkaanse afkomst. Het is een wat forsere jongen. En hij heeft eigenlijk de hele tijd naar beneden zitten kijken. Hij heeft niet zoveel gezegd. Volgens zijn advocaat is het een jongen met een verstandelijke beperking. En weet hij daarom niet helemaal goed wat er allemaal gebeurt. En jij ziet daar erg van slag. Nou, de verdachte wist zelf nog wel te vertellen dat het nooit de bedoeling is geweest om Nesim dood te rijden. Hij zei: het was een ongeluk en het spijt me echt ontzettend. Wanneer gaat de zaak verder, Birgit? De zaak gaat op 21 oktober, gaat hij weer verder.